Ja, Vincent is op de radio. Ik heb trouwens een pakketje binnengekregen. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik heb deze hele leuke shirt aan die ik gemaakt heb. Die heb ik nu aan. Dus kijk hoe tof het uitziet om deze manier. Ik vind hem fucking mooi. Kijk de achterkant ook. Als het lukt. Als ik goed film zo. Hoop dat ik zo goed film. Eigenlijk. En ik heb 3FM aan staan. En waarom heb ik 3FM aan staan? Kan ik uitleggen. Vincent van tv-programma Net Even Anders komt vandaag op de radio. En dat gaat over Procolweek. Dus ik ga hem lekker even hard zetten. En dan gaan we dadelijk luisteren op Vincent Torres. Dat sowieso. Vincent gaat over Procolweek hebben. Maar ook over Net Even Anders. Wat hij gezegd tegen ons allemaal. Dus ik ben benieuwd. En ga je zitten mouwen omdat hij eten wil natuurlijk. Ik ga lekker een bakje koffie zetten. En dat is nou niet latte macchiato helaas meer. Want die is op. Dat is wel jammer. Maar ja. Maar ik ga dus lekker koffie zetten en dan tussendoor ga ik deze rolgordijn opengooien. En ik ga lekker van genieten van een lekker bakje koffie dadelijk. En van luisteren van Vincent. Dus ja, en dan ga ik dat sowieso dat doen. En dan ga ik vast een lepeltje pakken. Dan heb ik dat vast. En jouw eten geven, jongen. Laten we dat ook even doen. En ik moet even achter de zakjes aan, want die zijn ook bijna op. Niet vergeten. Zo, daar komt ie. Dit vind jij vast lekker, hè? Hey, alsjeblieft, woef. Oh, wat is dat heerlijk trouwens om eigenlijk deze shirt aan te hebben. Want als het goed is, wordt het vandaag ook ongelooflijk mooi weer. En dat is 20 graden vandaag als ik het heb. En dat is super, super, super lekker natuurlijk. Daar ga ik sowieso van genieten. Maar ik ga jij lekker bakje koffie drinken en daarna editen. Ja, Vincent is op de radio. En dat is luisteren hoor. Na mijn gesprek wat ik ga hebben met Vincent. Vincent is een bijzondere jongen. We zitten namelijk midden in de Prokkelweek. Dat is een week die gaat over ontmoetingen tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder een verstandelijke beperking. Ik heb Vincent 4 maanden geleden ontmoet, omdat ik meedeed met een televisieprogramma dat heette Net Even Anders. En dat klonk zo. Radio en muziek te maken heeft. Nou is er dus één DJ, die ken jij misschien wel. Ja, die ken ik wel een beetje. Sander Hoogendoorn. Hoogie wel te verstaan. Ja, Hoogie wel te verstaan. En die heeft Sanders vriendenteam. Van 3FM. Van 3FM. En daar gaan wij naartoe. Aha! Woe! Ja, dat was 4 maanden geleden. Nu zitten we dus midden in de Prokkelweek. Die gaat over ontmoetingen tussen mensen met een verstandelijke beperking en zonder. En ik dacht, een goede aanleiding om Vincent weer eens even te bellen. Vincent, hoe is die jongen? Hey, Sander. Goedemorgen. 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 Oh ja, goedemorgen Luc trouwens. En goedemorgen Roel en goedemorgen Nieuwke. Ja. Ja. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hey, zo, hoe is het? Ja, goed hoor. 11 februari hebben wij elkaar ontmoet. Ik heb het programma inmiddels ook gezien op tv. Fantastisch mooi programma. Net even anders met Marlijn Weerdenburg. Hoe gaat het met je nu? Het is 4 maanden later. Ja, nou ja, het is een rare tijd, hè, want alles zitten hè, vanwege dat coronavirus. En het, ja, ik denk dat het voor de meeste mensen wel rot tijd is. Maar voor mij persoonlijk helemaal. Want ik zit in een woongroep en ik zat bijna 2 maanden thuis. Dus ik zat bijna 2 maanden opgesloten. Ja. Vanaf 23 maart tot 8 mei. Maar je kon niet veel doen. Alleen het gekke is, ik heb er wel aardig gemaakt. Ik ben bezig met playlists te maken. Van Spotify. Ik ben bezig met mijn verhaal te schrijven. Of mijn leven, net even anders. Videobellen met de groep. En heel veel leuke dingen gedaan binnen de groep. Dus in die periode heb ik wel gemaakt. Maar het was best wel, best wel moeilijk geweest. Ja. Ja, kan ik me wel voorstellen. Nou heb jij autisme. Heb jij het idee dat het voor jou nog lastiger was dan voor mensen zonder een verstandelijke beperking? Ja, voor mij was het wel wat lastiger. Omdat vooral qua emoties was het best wel moeilijk. En zeker in het begin was het voor mij wat emotioneel wel zwaar. Want je kan
Je kon niemand bezoeken. Ik kon mijn ouders niet bezoeken, ik kon mijn familie niet bezoeken, ik kon niet de vrienden bezoeken. Het kon gewoon niet. En je moest gewoon thuis zitten. Hè. Nou, je begon er wel naar buiten binnen via de binnenplaats, maar het was wel zwaar. Maar het is wel zo dat de begeleiding wel hun best gedaan om te zorgen dat wij ze hebben wel best wel spelletjes te doen en dat soort dingen. Wat gaan we koningsdag, we bingo gedaan om te zorgen voor dat we dat kunnen volhouden. Maar het was wel, maar op het eind we aan een aantal mensen zeggen van oké, we zijn er klaar mee. Ja. Maar het was best wel zwaar geweest. Maar gelukkig kan ik wel, ik kan weer naar buiten, ik kan weer naar mijn ouders. Ik kan weer werken trouwens, kan ik ook weer. Dus dat is ook wel lekker. Vanaf 25 mei kon ik weer aan de bak. Wel mooie tijden trouwens, 10 tot 2. Maar ik ben wel blij dat het normale leven weer op gang komt. Nou ja, wat is normaal eigenlijk? Het nieuwe normaal, Vincent. Dat dacht ik al. Dat je dat niet zeggen, Rogier. Ja, dus zo voorspelbare jok ben ik ook. Vincent, nu is dus de Prokkelweek. Gaat over ontmoetingen tussen mensen met een verstandelijke beperking en mensen die dat niet hebben. Waarom is dat zo belangrijk volgens jou? Nou, belangrijk is van... Wat ik vind is van... Kijk, zoals jij mooi zegt, Prokkel is inderdaad prikkel ontmoeten dus mensen met een verstandelijke beperking. En het is belangrijk voor, omdat, normale mensen die... Die weten niet hoe het is om mensen met een verstandelijke beperking, hoe ze ontmoeten, hoe ga je het gesprek aan en dat soort dingen. En daarom is de Prokkel zo'n mooi initiatief om te laten zien zo van, hey, we zijn gewoon net als ieder ander. Dus daarom is het ook mooi dat er zoiets bestaat. Dus, ik denk dat het ook twee kanten op werkt. Ik bedoel, jij hebt er natuurlijk misschien veel aan of andere vrienden van je, maar ik bedoel... Ik denk daar ook nog steeds met heel veel lol aan terug. Ik vond het een heel mooi programma om aan mee te doen. Ik vond jou een bijzondere jongen. Ik vond eigenlijk alle andere kandidaten. Ik weet niet of je nog spreekt, maar dat waren heel veel. Dankjewel, Sander! Gasten en meisjes. Heel veel, heel veel. We hebben afgelopen donderdag wij voor het eerst met de zesde staat de video te bellen. Nou, fantastisch. Ja, ik heb nog steeds heel veel contact met Sander, met Veerle, met Mitchell, met Janice. En ik heb af en toe ook contact met Marlijn via Instagram. Nou ja, zij weet ook mijn situatie, dus ze sprak er wel moed in. Ze vinden het heel knap dat ik dat volhoud in die maanden dat ik thuis zat. Nou, dat vind ik ook echt ook. En ik vond het heel tof om je weer even gesproken te hebben. En mogen we je binnenkort weer eens bellen, gewoon zomaar? Heel graag. Oké, ik wens je fijne dag, jongen. Oké, nou, we gaan over naar de studio, naar Vrouwtje. Want zij gaan beginnen met Stromae, met liedje van... Wat was het ook alweer? Papoete of Formidable? Het was Papoete, inderdaad. Nou ja, Vincent, wil jij dan misschien ook nog even iets aan Vrouwtje vragen? Hoe ze hier misschien opgekomen is, waarom dit liedje? Ja, natuurlijk. Dan zet ik mezelf gewoon dicht. Ja, natuurlijk. Dat ga ik even doen. Goed, we gaan nu over live naar Vrouwtje. Vrouwtje, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Zo, hoe ben je opgekomen op het liedje van Papoete? Hoe ben je erop gekomen? Nou, wij zijn met de band heel erg, of tenminste ik sowieso, ben heel erg fan van Stromae. En ik vind dat zijn teksten heel erg aansluiten bij wat ik doe. En zodoende. Oké, goed. Nou, we gaan luisteren naar de cover van de 3FM Top Festival 999. Dit is Vrouwtje live met Papoete. Lekker Vincent, lekker jongen. Oh, ben ik trots op Vincent, want dit moet hij in het plek gedaan heeft. Geweldig, goed gedaan Vincent, als je terugkijkt. Ik heb trouwens een pakketje binnengekregen, maar ik ga eerst even het licht aanzetten. Want het is best wel donker nu. Dus ik ga dan tussen de tijd, ga ik nu even lekker een pakketje openmaken. Ik ben benieuwd wat erin zit namelijk. Denken jullie ook wel. Ik weet al misschien wat erin zit, maar ik weet niet zeker. Ja, ik dacht het al. Wat ik al dacht. Ik heb hem al binnengekregen. Oh, nog stickers ook nog. Wacht. Gebruik de mondkapje met verstand. Was je handen voor het kapje opdoet, raak het met je handen alleen de touwtjes aan. Gebruik de violetje achter het netjes voor extra bescherming dagelijks uitwas en op 60 graden. Hoe gers dit masker ook is, alleen
niet. Leen het niet uit. Met een mooie Feyenoord sticker erop. Hoe vet is dat? En een Feyenoord sticker ook nog bij. Een kaartje van Feyenoord. Kijk, en zo ziet het eruit. Zo eigenlijk. Ja, ik vind het geweldig. Maar ja, ik laat hem even hierin zitten. Of ik hem echt letterlijk ga gebruiken, ik denk niet, maar... Misschien wie weet. En zo meteen naar de groep. Maar er is half geen bovengroep, maar ik ga in ieder geval met bovengroep mee eten dadelijk. Dus ik heb al erg trek. Ik ben wel benieuwd wat we gaan eten, maar dat ga ik zo meteen wel zien. En het is al bijna 12 uur en ik ben nog wakker. Net als deze bellen, begeleiding geweest. Met groep gegeten. Er was maar één begeleiding, maar er is een mooie oplossing voor gezocht. Daar vind ik super blij mee. Want de oplossing was dat één begeleiding boven ging eten en we zijn nog maar. En dat beneden even een tijdje in zijn eentje gaat eten. Dus, maar ja, ik vond het wel super gezellig. Was met een paar personen, met andere cliënten erbij. Was super gezellig. Maar nu ga ik lekker even. Lekker YouTube kijken op computer nog steeds. En dan over een paar uurtjes lekker naar bed in. Ik weet hoe, kijken of hoe laat. Maar het was super leuk om even met een groep te eten. En een begeleiding gehad. Maar een begeleiding is één voor Ajax. Ik ben zo'n type die het altijd zit te plagen. Ik zei iets over de zei iets natuurlijk over fijner dingen en dat kan zij niet tegen. Ja, ik kan zo'n kans wel tegen, maar doen ze alsof dat ze het niet tegen kan en dan gaan we grapjes heen en weer. Ja, dat is gewoon typisch. Ik ben van plagen, ik hou van sowieso van plagen. Vooral als het over voetbal gaat, vind ik altijd leuk. Dan ga ik helemaal door, dan ga ik discussie aan, weet je wel. Zo'n type ben ik. Maar zoals jullie vanochtend hebben gehoord, was Vincent op de radio. We vonden ze echt nogmaals geweldig hoe die... allemaal dingen zei. En ik wil een shout-out geven naar Sander Hogendoorn hiervoor. Want wat is Sander een toffe, Sander Hogendoorn een toffe vent. En toffe, echt gewoon zichzelf. En dit was mijn lijn. Maar ja, dus dat. En nu ga ik even dan lekker YouTube kijken. En ik vond het wel leuk dat Sander zoveel, hoe met Vincent omgaat, vind ik zo mooi om te zien. Ik weet niet. Ik vind het ook gewoon zo prachtig om te zien en te horen vanochtend. Dat ik gewoon zat te genieten vanochtend tussen die twee. Hoe ze zaten te kwebbelen. En dat Vincent gewoon eigenlijk de hele show overnam. Vind ik ook respect ook naar Sander, dat hij dat toelaat. Vind ik gewoon ook geweldig. Ik ga me nu lekker klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Tussentijd heb ik een wasje opgehangen. En dan ga ik lekker de laatste rolgordijnen naar beneden doen. Altijd moet ik maar één rolgordijn naar beneden doen, was al duidelijk. Maar ik heb zo een keer tijd om te slapen. Ik moet nog een paar dingen doen. Maar dat gaan jullie allemaal morgen wel zien. Dus. In ieder geval nu lekker door het bedje in. En lekker slapen. En dan zie ik voor de rest wel. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik hoop dat jullie genoten hebben van het luisteren van Vincent Radio's programma. En zeg ik alvast, veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters! Zoals jullie zien, Rick en ik gaan nu FIFA spelen. En die Rick is weer zo'n type. Wij gaan nu op een kast. Kijk dan, ik wil mijn zus van Rick is daar.